Dus gaat hier, er is brand of zo. Dus hier, we moeten rijden over. Oh, dat gaat helemaal niet goed. Een kroket, een frikandel, een kaasvlee of een bamischijf. Het zijn allemaal hele lekkere snacks. Maar met 34% is de frikandel de meest bestelde snack van Nederland. En dat is ook de favoriete snack van de 11-jarige Mila. En zij heeft wel meer met snacks, want zij wil later een eigen snackbar openen. Of ze dit wil alleen maar omdat ze erg van eten houdt of omdat ze het heel erg leuk vindt, gaan we achterkomen. Je kijkt naar Later als ik groot ben. Het is heel vroeg en we zijn nu in Lelystad bij het huis van Mila. We weten inmiddels dat zij van een snackje houdt, dus heb ik een burger meegenomen. Even kijken of ze daar zin in heeft. Hier moet het ergens zijn. Hier, 20:35. Hallo. Dag Mila, goedemorgen. Hallo. Hoe is het? Goed. Ja? Ik heb iets voor jou meegenomen, want volgens mij hou jij wel van een snackie. Klopt. Ja? Hé, hey, kan het kloppen dat jij je hebt opgegeven voor later als ik groot ben? Ja. Ja? Zou ik even binnen mogen komen? Ja hoor. Ja? Top. Zo. Zo. Nou Mila, we zijn hier natuurlijk omdat jij een droom hebt en dat is later in de snackbar werken. Waarom wil je dat? Nou, het lijkt me wel heel erg leuk om dat te doen, omdat het best wel, je moet best wel veel doen. Mm-hmm. Want mijn broer werkt er ook en die is zoals bezorger, maar dat lijkt me dan wat daarachter allemaal gebeurt, want soms moet hij ook dingen zelf maken, lijkt me allemaal wel heel erg leuk om de patatjes en zo te maken. Ja, maar je moet ook de bezorging in de gaten houden, best wel goed kunnen multitasken. Je moet de friet in de gaten houden, dat het niet allemaal aankoekt. En ook de kassa, ik bedoel, kun jij een beetje rekenen? Nee, niet heel goed. Niet? Als ik nou bestel 2 frikandellen van 1,25 €, een broodje kroket van 2 euro, een milkshake banaan van 1,70 €. Hoeveel moet ik jou dan betalen? Ja. Ik ben niet heel goed in roodrekenen. Nee, dat snap ik. Dat is, nu staat er druk bij, hè, natuurlijk. Dat is, ja. Dat is moeilijk. Ga je nog een hapje nemen van je burger of denk je ik laat hem zitten vandaag? Nee, maar wel. Ik jou. Ja, wat ga je doen? Het is vroeg hoor. 1, 2. Oh. Ja, is lekker. Je hebt er verstand van, hè? Hij is koud, maar voor de rest wel lekker. Oh, nee toch. Wij gaan zo naar de snackparty. En jij gaat daar werken vandaag. Maar voordat we dat gaan doen, heb ik nog een cadeautje voor jou. Namelijk deze tas met allerlei leuke schoolspullen erin. Dank je wel. Is voor jou, alsjeblieft. En nou ja, we gaan naar het rond, dus ik zeg let's go, toch? Ja, vind ik ook. Top. Mila, wist jij dat 65% van de Nederlanders minstens 1 keer per week naar de snackbar gaat? Nee, dat wist ik niet. Dat is best veel, toch? Ja. Ik was ook verbaasd, maar het is dus zo dat ze dan meestal een patatje mayo nemen. Snap ik, dat vind ik ook altijd heel erg. Hou jij ook wel van, hè? Ja. Ik ook. Nou, we zijn hier dus aangekomen bij het Calataria. Hier verkopen ze dat ook. Maar ik ben dus benieuwd of jij weet hoeveel bestellingen er ongeveer op een dag binnenkomen. Ik denk iets van 100. Daar zit jij heel dichtbij, inderdaad. Dat klopt. Want met alle bezorgingen erbij gerekend, kom je ongeveer uit op 80 tot 100 bestellingen per dag. Nou, dat is best wel veel. Ja. En nou, ik ben eigenlijk benieuwd of ze er zijn, want ik heb een afspraak met Robert. Wij. Het ziet er wel vrij dicht uit, vind je niet? Ja, er is ook niemand. Er is niemand, hè? Kijken. Hallo? Hoi! Hallo! Ik moet even. Oh, de deur is gewoon open. Iemand thuis? Ja, hallo. Ah, Robert, kijk. Ja, wij hadden een afspraak hier, maar ik denk dat we iets te vroeg zijn. Nee, jullie zijn prima op tijd. Voor de klanten, die komen wat later. Maar als je hier een dagje komt helpen, beginnen we op tijd om alles even klaar te zetten allemaal voor de rest van de dag. Nou, ik sta hier dus met Mila en Mila's allergrootste droom is om later dus een snackbar te openen. Maar waarom ben jij hiermee begonnen? Ja, ik ben hiermee begonnen omdat ik het heel gezellig werk vind. Leuk werk, veel met mensen in contact. Dat is ook de reden waarom ik ben begonnen eigenlijk. Oké. Okay. Ja. En wat vindt u dan het allerleukste hieraan om dit te doen? Het allerleukste vind ik dat je het eten klaarmaakt, dat je de mensen bedient, een gezellig praatje kan houden met de mensen. Maar het zal waarschijnlijk niet alleen maar roze geur maneschijn zijn. Wat is het lastige aan zoiets beginnen dan? Het lastigste is natuurlijk het hele opzetten. Je moet ook wat geld bij elkaar gespaard hebben om te beginnen. Ja, je zegt het is heel duur, maar hoeveel geld moeten we dan precies aan denken? Nou, je moet toch wel denken aan €300.000. Dat is veel. Dat is vrij veel geld, ja. Maar goed, dat hebben wij zo bij elkaar, toch? Dat... Ja, en vandaag een dagje werken, dan heb je ook weer wat geld bij elkaar. Ja. Kijk, zo is het ook. Dat is fijn. En wat is dan nu de volgende stap? Oké, we zijn omgekleed. Ja. Ik heb echt gelijk zin om allemaal friet in het vet te gooien. Ja, ik ook heel erg. Ja, toch? Kijk eens, en het leeft. Het leeft. Ineens. Dan mag je de ijsmachine mag je aanzetten. Dan mag je op allebei die knopjes drukken, op deze en die. Op die en die. Ja. En dan mag je op deze 3 schakelaartjes drukken, die alle 3 een keertje indrukken, alle witte. Ja.
Waar is dit allemaal voor dan? Dit is voor de bakplaat. Ja. En je hebt dan twee zones. Hier wordt die verwarmd en aan deze kant wordt die verwarmd. Ja. En hier liggen alle spulletjes om de hamburgers eigenlijk klaar te maken. Maar hoe kom je dan aan al deze ingrediënten? Dat maken we de avond ervoor, snijden we dat. Op het moment dat er 12 uur klanten komen, kan je gelijk beginnen. Zo. Kom op. Tadaa. Waarom heb jij hem zo laag? Nou, omdat het zo moet. Weet je wel zeker? Ja. Dit werkt toch veel beter, anders wordt het helemaal vies. Daar heb je het shirt voor. Robert, we hebben een vraag, want ik vond dit logischer om hem zo te doen, aangezien anders je shirt vies wordt. Ja, ik vind dat Rijn er wel bij kan lopen zo, denk je ook niet? Of zullen we hem gewoon zo houden, niet? Ja. Vind je niet? Dus ik zit er weer helemaal naast. Je zit er helemaal naast weer, ja. Altijd hetzelfde, man. Ja goed, ik fix het er. Ja, dan gaan we nu de salades maken. Oké. Gaat er wat salade gaat erin. Beetje uitjes erop. Komkommer. Lekker. Tomaatje erop. En een beetje worteltjes met de dressing. Een klein beetje eroverheen. Ziet er wel lekker uit, hoor. Een streepje is genoeg. Ja, prima zo. En dan is de salade klaar. Nou, lekker. Er moet er een stuk of 25 gemaakt worden vandaag. 25? Ja. Ja, dat lukt ons wel, toch? Ja, moet je dat lukken. Prima. Daar heb je 5 minuutjes voor, dus ga je weer. Oh joh! Go, go, go! Nou, dan beginnen we met sla. Iets meer sla. Hoeveel komkommers? In dit tempo zijn we morgen nog niet klaar. Nou, op zich kunnen we best wel ook andere dingen erbij doen, toch? Een eiering zo erbij gooien. Oh, Rijn heeft het er helemaal niet goed gedaan. Hè? Zie je wat hij verkeerd doet? Okay. De mensen verwachten eigenlijk elke dag dezelfde salade. Ja, deze is lekker, hoor. Dat kan ik je nu al vertellen. Ja? Laten we die gewoon hier zo even stationeren. Ja. Zo. Tadaa. Zo jongens, zijn jullie al klaar of niet? Nee, we moeten er nog 20. 5 minuutjes zijn voorbij, hè? Dat, Dus... Dit wordt nachtwerk zo, hè? Oké, dus het moet sneller. Dat is dat moet wel een stuk sneller. Dat is aan de saus vergeten, hè? Shit. Maar ik hoop wel dat we zo. Oh, hoop wel dat we zo een beetje richting de. Mila. Ja? Wat gaat er mis? Weet ik niet. Zit het verkeerd om? Nou, dan doe je dit. Nu kan je toch niet serveren? Zo, jullie zijn mijne klaar? Ja, dat zijn de laatste twee. Het schiet eigenlijk niet helemaal op, hè? Wil je niet? Nee, nee. Ik wilde echt net even een pauze gaan nemen eigenlijk. Pauze? Nee, pauze hebben we hier niet in de horeca. Wat gaan we hier nou doen dan? Ja, we gaan het hier even schoonmaken. Mag je deze hele hoek schoonmaken hier? Vind je het nodig? Het is een enorme puinhoop geworden. Ik kan Milan mij even helpen met de verdriet schoonmaken. Veel succes! Rijn heeft zoveel troep gemaakt. Ja. Dus je spuit een klein beetje op het doekje. En dan ga je hem helemaal poetsen. Goed droog wrijven. Nou, je gaat hier voor een stuk sneller dan met Rijn, hè? Je doet het wel netjes, hoor. Zo. Wat gebeurt hier nou? Nou, schoonmaken. Ja, maar jij wilde een snackbar. En dan sta je hier salade te maken en schoon te maken. Blijkbaar hoort dit erbij. Mag ik een papiertje? Streng ben je, hoor. Denk jij dat je een beetje leiding zou kunnen geven hier? Ja. Iedereen een beetje rondbajouwen. Oké, nou heb je nog een taakje voor mij. Helpen. Ja, dat is gek, want ik heb het heel druk ineens ook. Wat? Ja, is goed. Ik kom eraan. Ja. Zo weer. Kom, zoals jullie zien hebben we hier een heleboel soorten hamburgers. Mm. Elk seizoen hebben we ook een nieuwe hamburger. Jullie gaan de hamburger maken voor het zomerseizoen. En dan mogen jullie zelf kijken hoe jullie het helemaal maken. Dan laat je er helemaal in vrij. En kijken wie de wedstrijd wint vandaag. Het wordt een echte challenge, dus je moet echt je best doen. Oké, maar hoe moeten wij weten welke ingrediënten bij welk seizoen horen? Ik weet dat niet. Ja, daar moet je fantasie over gaan. Dus het wordt een echte wedstrijd? Dit wordt een hele spannende wedstrijd, ja. Ik zie alweer aan jouw hele houding dat jij denkt dat je gaat winnen, hè? Zeker. Denk jij dat ik dat laat gebeuren? Nee, maar het gaat wel gebeuren. Oké, nou, fijne wedstrijd. Dan gaan we beginnen nu met de creatieve burger, met de zomerse ingrediënten. Als jullie klaar zijn, moet je nog een mooie naam ervoor verzinnen en op het krijtbordje schrijven. Jullie kunnen nu beginnen. Alright. Bam! Boter vergeten. Zou ik voor jou ook doen? Zou ik je helpen? Hier, oh. Oh. Oh nee. Oh
Oh nee, nee je niet toch? Ja, hoe fix je dit? Alles gaat goed. Waar is mijn burger? Maar ik weet niet waar je het over hebt. Ik heb hem niet. Nee, je moet je burger in de gaten houden. Dat is part of the game. Ik weet... Oh, nou. Voor de kaas. Och, de creativiteit spat er vanaf, werkelijk waar. Bij mij, ja. Mag ik jouw spatel lenen? Nee. Ik heb jouw spatel nodig. Ja, maar dit is mijn spatel. Nog wat kaas. Wortel. Kijk mijn bord. Ik vind het lief dat je mij laat winnen hoor, maar dat hoeft echt niet. Dan ga ik nu nog de finishing touch doen. Oh, ik heb nog geen naam. Zo, en dan... Ik weet niet of de mensen het lekker vinden. We hebben nog 10 seconden. Oh ja, en 10. Nee, niet voor mij, niet voor mij. 9. 8. Oh. 7. 6. 4. 3. 2. 1. En los. Ik vind het heel erg moeilijk. Ik trek me heel eventjes terug om er goed over na te denken wie de lekkerste burger heb gemaakt. Okay. Ik jullie heel even in de spanning. Ik ben wel benieuwd naar jouw burger. Ja, ik wil jouw burger ook wel even proeven. Ik denk dat het kiele-kiele wordt. Wat denk jij? Jij denkt het ook, hè? Wat doet de verliezer eigenlijk? Hebben we daar een soort van idee over? Met een ijsje in zijn gezicht. Oeh. Dat is goed, doen we dat. De verliezer krijgt gewoon volle bak een soft ijsje zo in zijn gezicht. En de ander door de mag het andere. Doen. Ja, de ander mag het doen. Zo, daar ben ik weer. Kijk. Nou, het was niet makkelijk, moet ik eerlijk zeggen hoor. Nee, je hebt ons wel flink in spanning gehouden ook. Geloof ik best. Mila, een heerlijke hamburger. Ja, we gewonnen vandaag. Ja. Maar Robert, wat jij dus niet weet, is de verliezer krijgt gewoon volle bak een soft ijsje zo in zijn gezicht. Zo in zijn gezicht. Er komen straks nog wat klanten, die moeten we eerst helpen. Dan gaan we daarna. Gaan we een extra groot ijsje maken, omdat we toch te lang moeten wachten eigenlijk daarvoor. Ja. Ja, kom, gaan we dat doen. Kijk er nu al naar uit. Ja, ik ook. Kipburger, ja? En een milkshake aardbei. Milkshake aardbei. Ah. Dit is wat we nodig hebben. Dus gaat hier, er is brand of zo. Het gaat helemaal niet goed. Ik weet nog wat er gebeurt. Moet dit eruit? Ja, dan moet je op dat knopje drukken waar... Ja, dan doen we deze omhoog. En dan pak je met de tang de kipburger en dan leg je hem daar neer. Hadden ze daar niet een iets vrolijker geluidje voor kunnen kiezen in plaats van een soort brandalarm? Ja, misschien moet er wel een leuk geluid, een muziekje bij zitten eigenlijk, hè? Ja. Dan moeten we alleen bij de chocolade, moeten we die een beetje gaan mixen. Doe het niet goed, zit je helemaal onder. Ja. Ja? Dat is wel leuk. Goedemiddag. Kun je wat bestellen? Oké, dat is goed. Nou, wat dan? Kalfskroketten. Wat is dat? Ah, hier kroketten. Een rundvlees, toch? €26,90. Nee. Heel goed hoor. Nog groter dan mijn hoofd. Ja, dat moet er doorgewerkt worden, hè? Niet gedronken worden? Nee, oh ja. Daar kwam ze aan te wachten, hè? Jullie eten is klaar. Aan tafel. Oh, wie zijn jullie? Ja? Jongens, ik heb allemaal bonnetjes. Er moet gewoon gewerkt worden weer, want ze moeten weg. Maar we zitten echt net. Ja, ja, net is toch te lang. Ja. Zo, daar zijn we dan. Heb ik hier de bonnetjes, jongens. En Mila, vind jij het nog leuk, of niet? Zeker. Ik moet eigenlijk even dingen brengen naar de bezorger, denk ik. Robert, wat is Friet Groot Feest? Feest, dat is mayonaise met spinnensaus, zonder uitje. Oké. Hi. Hey, ik had eigenlijk even een vraagje. Ik heb hier de bestellingen, maar...
Hoe ben jij met het bakken van friet? Rijn, wat doe je nou allemaal? Je moet mij helpen. Nou, dit is dus iets anders uitgepakt dan ik had gehoopt. Kunnen we hier wat muziek op zetten, gewoon zo? Achtergrond even. Ja, met je disco. Ja. Ja. Ik weet zeker dat er dan heel veel klanten gaan komen. Hè? Een soort club wordt het dan. Ik ben echt kapot. Hoe voel jij je? Ik ben wel erg moe, maar ik vond het wel heel erg leuk. Ja? Heb je genoten? Ja, zeker. Gelukkig. Maar nu is dan de vraag, de grote vraag van de dag. Wat word jij later als je groot bent? Ik denk dat ik ook wel in de snackbar wil gaan werken. Ja? Ja. Oké, gelukkig. Want het was wel heel jammer geweest als je nu had gezegd, nou weet je, laat maar zitten. Nee, ik heb eigenlijk nog wel drie vraagjes voor jou om te kijken of jij een beetje hebt opgelet. Ja? Ben je er klaar voor? Ja. Ja, de eerste vraag is... Hoeveel procent van de Nederlanders gaat minstens één keer per week naar de snackbar? 65%. Check, heel goed. Oké, de vraag 2 luidt als volgt. Hoe vaak wordt de burger vernieuwd op het menu? Elk nieuw seizoen. Ook goed. En dan vraag 3. Welke ingrediënten zaten er in de bak met sla? Of nee, wacht. Als jij dit antwoord weet, laat het even weten in de comments. Ja. Ja? Nou, het zit erop, dus zullen we lekker naar huis gaan dan? Nee, want ik mocht bij jou nog een ijsje in je gezicht gooien. Ik had zo gehoopt dat je dat was vergeten. Zo? Ah, nee. Klaar voor? Nee. De verliezer krijgt gewoon volle bak een soft ijsje zo in zijn gezicht. Nou, zit jij nou te kijken en denk jij, ik wil ook zo'n droomstage doen om achter te komen of dit mijn droombaan is? Ga dan even naar de site en meld je aan. En vergeet vooral niet te abonneren op dit kanaal. Dankjewel voor het kijken allemaal en tot de volgende keer. Doeg! Vond jij leuk zeker? Deze smakelijke aflevering van Later als ik groot ben is mede mogelijk gemaakt door Qualitaria en de schoolspullen van Mapet.